Houten in 1832. Ik ga u meenemen naar het Houten van 1832 aan de hand van de kaarten van HisGis. HisGis, dat is een heel mooi systeem dat we kunnen bereiken via hisgis.nl. Daarvoor gaan we eerst naar de provincie Utrecht. Wij kiezen dan HisGis provincie Utrecht en gaan naar de kaarten. En daar opent zich dan een scherm van de provincie Utrecht. Nou, in dit geval zitten we totaal verkeerd, dus we gaan even hier met dat aan de rechterkant kiezen we ongeveer de omgeving van Houten uit. Ik heb hem hier al gevonden en ik moet even het informatiepaneel een beetje aan de kant slepen en dan gaan we hier inzoomen en dan hebben we hier ineens te pakken hoe het Houten eruit zag in 1832. Houten in 1832 bestond niet meer uit een aantal wegen die samenkwamen. Wegen die door het platteland van Houten heen leidden en wegen waar, die ook nog werden onderhouden door de mensen zelf. Als we hier bijvoorbeeld naar het centrum gaan, naar het plein, althans wat we thans plein noemen, dan zien we hier een kruising waar de weg is verdeeld in stukken. Deze weg hier, die werd door de provincie onderhouden. En deze weg, die werd onderhouden door de erven van Gerrit van Echtelt. Ik weet niet waarom die meneer zo'n belangrijke weg onderhield, maar dat staat nu helemaal in deze kadastergegevens. Dit stukje plein werd onderhouden door de hervormde kerk. Nou, dat had te maken met dat dit huis ooit van de pastoor was, of de dominee. En dit was van een lokale winkelierster. Er staat bij Raven, de weduwe van Raven. En dan hadden we hier nog een stukje weg, die was weer van de katholieke kerk. En hier hadden we een stukje weg, die was van Hendrik de Bie, dat was de bakker. Nou, het was dus echt een een hoop verantwoordelijkheden. We waren met z'n allen gezamenlijk verantwoordelijk voor de weg. We zien hier ook de kerk. Die staat er al heel wat eeuwen en die staat er nog steeds. Maar in 1832 staat hier ook een andere kerk bij de Loerikse Weg. En dit was een schuurkerk die in een onderdeel was van de katholieke kerk. Want de huidige Rooms-Katholieke kerkgebouw die is pas na het eind van die eeuw gekomen is en naast gebouwd. Dat gaan we zo direct zien. Nou, als we een blik werpen buiten het dorp, dan zien we hier wat arme huisjes, wat arbeidershuisjes staan er nog steeds, maar dan waarschijnlijk een nieuwe type. Er was een rijke vrouw die had daar wat huisjes in het bezit. En hier, als ik hier naar rechts ga, dat vind ik ook wel frappant, hier zien we de verharde weg naar Loerik. En dit is de Zandweg naar Loerik. Uiteindelijk ging die naar Beuzichem. En hier staan een aantal huisjes tussen. En deze huisjes waren van de protestantse kerk. Het waren arme woningen. Deze ook. En ik dacht dat het dit huisje was. Nee, het was een arme woning. Dit huisje dan wel. Die is van de veldwachter. Ik kan hem hier even nog in beeld halen. Je ziet hier Anthony de Wit, veldwachter in Houten. Die woonde op dat huisje. En hier nog een paar arbeiders. Dus ja, de veldwachter die had denk ik dermate hoog salaris dat hij tussen de armen van die tijd inwoonde. Oh ja, nog leuk hier, wit gebiedje met een gracht. Dit is de begraafplaats aan de Ireneweg. Die was er toen al in 1832. Nou, dan kijk ik zie hier nog iets. Wat is dit eigenlijk? Even ineens geïnteresseerd in wat ik zie. Hier woonde. Dit was woonde Jan de Kok, griffier der Staten. Nou, dat was denk ik een wat belangrijke man. Die had daar een mooi huis even buiten Houten. Goed, we gaan even naar Photoshop, want dat vind ik altijd toch wel leuk. Dit is Photoshop en we zien hier die kaart van 1832. Waarbij het landbouwgrond is hier in het roze. Ja, wat meer bosrijkachtige tuinen, wat dan ook, dat is in het groen en de rest is woningen. En als ik nu deze huisjes in dit wegennet even losknip, dan hebben we deze situatie, want nu ligt het geheel geprojecteerd op de kaart van Houten van tegenwoordig. Gaan we inzoomen. En dan zien we hier dat de kerk nog steeds op zijn plek staat.
Hier zien we de schuilkerk. Ik zeg het weer fout, de schuurkerk. En hier staat dan nu naast de Rooms-Katholieke kerk. En hier staat de ingang van de Rooms-Katholieke kerk. En dat betekent dus dat in die, wat nu tuin is, dat daar vroeger die schuurkerk in stond. In een oude boerderij. Nou, de Prins Bernhardweg, die kennen we wel. Daar hebben we op dit moment wat arbeiderswoninkjes staan. En dat zien we hier ook. En verder, ja, alles is hier een beetje geconcentreerd rondom de doorhuisschuur van de Roskam, die hier is. En de Engel hebben we hier ook nog met een doorhuisschuur. En voor de rest, ja, het stelde niet veel voor. Je kwam uit Utrecht binnen via de Herenweg. Een Herenweg was een algemene weg. Ik kwam hier op het oude pleintje uit voor de kerkingang. Ging dan door naar het centrumpje. Voor de Roskam, wat sinds 1630 het nieuwe centrum is van Houten. En dan had je hier nog een soort, weer een nieuwe splitsing. En dan kon je zo door naar, of naar Loerik, Beuzegem, Tiel. Of hier naar Schalkwijk, Culemborg, Den Bosch. Nou, dat was dan het Houten uit 1832. Dit was het gebied waar alle voorzieningen voor die tijd waren. Van hoefsmid tot met bakker. En daarbuiten speelde gewoon het landelijk leven zich af, het boerenleven, want dat was het Houten in werkelijkheid. Eén grote agrarische gemeenschap.